de Go Ahead het duel tussen twee ploegen in een zeer goede doen. Nummer 4 en nummer 11 op dit moment. De ranglijst, Small, Prupper, Hilvers. Maar fijn, er zijn geen wijzigingen bij beide teams. Ook dat komt voort uit die mooie reeks is neergezet. Leiding in handen van Manschot. Jeroen Manschot en heeft vierde official Joey Coy. Hij kan eventueel terugvallen op Martens en Honig als zijnde de varren. Derde tenue van de Eagles is dit. Uit tenue. Ja, het is kleurrijk. Edwardsen, Lidberg en Adekane. Het zou ze ook een beetje zo kunnen zijn. Lidberg meest vooruitgeschoven dat je een 4-2-3-1 krijgt. Maakt niet zo heel veel uit. 4-3 of 4-2-3-1. Twente met Stijn dus achter spits van Wolfswinkel. Daarmee braken ze uiteindelijk RKC open vorige week. En konden zodoende die fraaie reeks verder voortzetten. In volle vaart dendert Twente in de richting van het doel van de Eagles. Het doel van De Lange die hier bijna voor de eerste keer bestookt wordt. Maar Itzes kan nog weggaan. Moest dat ook doen. Geweld komt van één kant in de eerste drie minuten. Het komt van de thuisploeg, werd ook wel verwacht. Go Ahead geconcentreerd. Rekent op de storm. Tjerny. En deze had er ook al ingekomen. Weer een goede flitsende aanval van FC Twente. Besloten met de schuiver van Wolfswinkel. Het zou buitenspel kunnen zijn, doet er niet meer toe. Want de bal gaat erin. Een kwestie van een beetje overleven voor de bezoekers op dit moment. Worden vastgezet. Willemsson. Nu misschien voor de eerste keer. De Kuipers eruit gaat. Edvardsen op de grond ligt, maar inmiddels ook alweer staat. Twente zet druk via Flap en Small. Nee, Go Ahead krijgt geen tijd. Niet in deze fase. Misijan. En nu. 2-3 man kwijt. En de gelegenheid voor Van Wolfsen. Venijnig, maar niet venijnig genoeg om De Lange te kloppen. Vorige week zat hij hier zeer trots te wezen. Nu zit hij hier in ieder geval met een prachtige overwinning op zak. Brunet. Van Wolfswinkel wijst. En krijgt. Stijn. Komt door. Bal weer laten lopen. Dat is goed gedaan. Flap wanneer. Lukt het je een keer. Goed lopende aanval van Twente, dwars door het midden. Dat zijn de lastigste opzetjes. Die slaagden toch bijna. Brunet. Met een beetje mazzel van Wolfswinkel. Maar kan hij ook aanleggen. Wilde hem doortikken richting Tjerny van Wolfswinkel. Deze is goed. Brunet is langzaam, maar raakt de bal net niet op het juiste moment. Misijan houdt binnen. Het gaat over de voet van Flap heen. Twente zet weer eens aan. Small. Tjerny. En dan appel voor van alles en nog wat. Maar vooralsnog een hoekschop. En niet meer dan dat. Ja, Manschot wijst op de communicatieset. Amova van de eigen voet tegen de hand aan. Ik kan me niet voorstellen dat daar iets mee gedaan wordt. En zo is het dan ook. Tjerny. Dat is een hele end. Ik kon hem bijna brengen bij Misijan. Postzegel niet nodig. Dit is wel goed gedaan. Goed gecombineerd. Misijan wacht en dan gaat hij voorbij aan Stijn. Die leek maar te hoeven knikken. En zo was het dan blijkbaar niet. Hilgers. Zerouk.
Brunet. Dat zijn toch mooie combinaties, hoor. Je wacht erop dat hij ook een keer eentje tussen zit die helemaal voltooid wordt. Totdat hij in het netje ligt. Misschien nu. Misschien nu. Nee, zeker zo niet. Te makkelijk voor de lange. De poging van Stijn. We gaan even kijken. Alsnog de hensbal bekijken. Maar is dat de hensbal van een tijdje terug? Is dat de hensbal waar we het... dat is deze waar Stijn net aan voorbij gaat. En dat komt dan omdat Kuipers hier de bal zou raken. Is dat zijn arm of is het zijn schouder? Hij raakt in ieder geval het punt van zijn schouder, maar raakt hij daarna ook de arm. En is het zo dat Stijn er daarom niet bij kan? Dat zou verklaren waarom die bal van Misicjan door Stijn niet gemaakt werd. Nou, als u hier 100% zekerheid over heeft. Hij wel. Nou. Twente krijgt een penalty. Ze kennen elkaar. Want de Lange kent het hier. En kent uiteraard ook Van Wolfswinkel. Maar het maakt niet uit. Van Wolfswinkel wint dit duel. En Twente komt en daar is op zich helemaal niks mis mee op een 1-0 voorsprong. Twente door, Twente los in de voet van de Lange. Liedberg wilde graag koppen, komt er niet naartoe. En dan was er een poging van Edvard. Smal. Brenet stoomt daardoor. Brenet is daar weg, maar vergeet de bal op de juiste manier mee te nemen. Waardoor de Lange kan opvangen. Het is van grote afstand. Het zou iets zijn voor Boerenbach. En dan zou je kunnen zeggen, komt dat schot? En dat komt er ook. Van Adekanji. Het is voor de eerste keer dat Oenerstal serieus aan de klus moet. Gaat daar bij de tweede paal binnen, wilde ik zeggen. Maar hoe lang en hoe groot Willemson ook is, dat lukt hem niet om daar binnen te werken. Die kan er toch wel in. Serouk. Misicjan buitenom gaat flap. Betekent voor Misicjan een keuze. En die legt hij hier. Brenet was doorgestampt. Hier is nu Chani. Wanneer valt de tweede? Hoekschop. En plat, vlak natuurlijk, sorry. Hier de tijd en de ruimte en de poging van Michel Flap bepaalt niet slecht hier het moment met Brenet. Die tegen de zij van de Lange opschiet. Het schop van Stijn Misicjan. Serouki. En dan zijn we eigenlijk terug bij af. Smal. Er zijn er nog wel veel spelers van Twente daar rondom de 16. Doe het balletje er tussendoor. Stijn naar de grond. In combinatie met Flap. Hilgers. Flap. Stijn. Ja, Stijn toch aardig in de mangel genomen door Edwards. Oenerstal, stapje terug doet. Bal nog altijd niet weg, is appel voor Hens.
Ja. Gaan we nog naar kijken, tenzij er hier een treffer van komt. Er is weer oortjes overleg met Martens en Manschot. Ja, hier bij Van Wolfswinkel op de arm, notabene de man die de penalty benut. Maar de arm blijkbaar op natuurlijke positie. Velsen. Wat levert de vrije trap op? Fernandes. Legt die bal daar keurig neer voor Willemsen en die gaat neer. En Manschot maakt weer een rondje. Moet weer wachten op het oortje. En wat beslist? Ja, strafschop voor Go Ahead. En dan een kaart voor Evering. Hoe rustig is Willemsen? Die is heel rustig. Het komt niet uit de lucht vallen. Twente is in de tweede helft slordiger en slordiger geworden. Go Ahead. Een tegenstander die je wel een tikkie kunt geven, maar niet de fatale dreun. Teleurstelling bij Twente. Dat is al voorstel bij Go Ahead. Vreugde, tweede goede uitresultaat. Bij Ajax 1-1, hier ook 1-1. Twente goed begonnen, niet goed genoeg om van Go Ahead te winnen. Het eindigt in 1-1.